zag ik je zeggen niet. Dus, Nou goed, nog een keer. Oh, we zijn net begonnen, maar we hadden het niet opgenomen. Ja. En nu ga ik nog een keer even zeggen dat vandaag heb ik dokter Carmen Santana bij mij. En ik zeg gewoon Carmen, maar ze is echt een dokter. Niet één keer, maar twee keer bewezen dat ze dokter is. Een medical dokter. Drie keer al. Ja. En ja, ik ga niet heel veel verklappen, want dat is echt haar verhaal. En we gaan echt leren vandaag heel veel van dokter Carmen. Wat heeft ze meegemaakt en waarom heeft ze ooit gekozen om arts te worden? En wat is haar reis? Dus ik geef echt. Vertel maar, Carmen. Het is een lange reis van vorige eeuw. Mooi. Nou, ik ben eigenlijk in 1996 afgestudeerd. Ik heb in Costa Rica afgestudeerd. Dat is een buurland van mijn geboorteland, Panama. Toen was in Panama politiek niet zo stabiel. Dus aan het einde ben ik naar een ander land geweest om te studeren geneeskunde. Daar heb ik mijn diploma als arts gekregen. Daar heb ik ook gewerkt als arts. Daarna ben ik terug naar Panama gegaan en daar heb ik ook weer co-schapen gevolgd om mijn diploma in Panama te laten accepteren. Daarom zeg ik drie keer. Dus in Costa Rica heb ik mijn diploma, mijn registratie daar gewerkt en in Panama mijn diploma laten beoordelen, daar als arts gewerkt. Ik ben ook als een scheeparts gewerkt voor een Noorse maatschappij, dus in International Waters gedaan. Ik heb ook epidemiologie als een extra specialisatie. Ik ben wat is dat voor de mensen die niet weten? Wat is dat? Epidemiologie? Epidemiologie, oh ja, dat, ja. Okay. Ja, dus dat in Panama heb ik als de basisarts in de rol van huisarts gewerkt, dus in een polykliniek. Daar had ik een bepaalde populatie van mensen, ook met preventie. En dat is de reden dat ik epidemiologie deed. Ik vind de preventie heel interessant. Hoe kunnen we de mensen leren en bewust maken van wat moet ik doen om gezond te blijven eigenlijk. En er zijn heel veel dingen die in de handen van de mensen zijn. En niet alleen het herstellen van een ziekte. Ook dat te voorkomen. Ja. Dus meerdere dingen gedaan. Ik had ook een soort management positie gedaan in preventie. Landelijk. En ja, toen een soort avontuur. Nou, bij artsen gaan van één ding naar andere dromen, proberen meerdere dingen. Toen ik als scheeparts aan het werken was, heb ik mijn man ontmoet. Samen hebben we besloten, ik kom naar Nederland. Ik dacht, ik heb het zoveel landen en zoveel dingen gedaan. Het is altijd mogelijk te doen. Dus ik kan net gewoon. Ja, ik heb al zoveel gedaan. Ja. Ik ga niet als Pippi Langkas, dat heb ik nooit gedaan, dus waarom niet, maar zoiets. Ja. Toen hier kwam, ik denk dat als buitenlander artsen weten we, dat is een proces die niet makkelijk is, we moeten de taal leren. Dus dat is inderdaad een eerste drempel en alleen de doorzettingsvermogen maakt dat jij iets kan bereiken. Maar wij als artsen, we zijn ook voorbereid om heel veel te doen. Ja. Ja, dat is een kracht, denk ik, ja. Van wij als artsen. De taal leren, een paar jaren, de procedure volgen. Daarna moest ik 6 maanden een co-schap doen. Dus heel veel studeren, ook met maatjes, ook buitenlandse artsen, om te voorbereiden voor de examens. Ik ben hier in Nederland gekomen in 2010. En in 2019 heb ik mijn registratie gekregen. Dus het is een proces die is niet in één. Niet heel lang. Om de taal eigenlijk was het
in 2-3 jaar op bepaalde niveau, maar dan komt de toetsen. Nou, dat waren ook mijn privé situatie. Ik ben moeder geworden. Dus er waren ook dingen die erbij komen die ook die heel belangrijk zijn, jouw privé. Dus soms maak je een keus van wat wil ik, maar ik laat mijn droom niet achter, maar ik wil andere dingen ook doen. Ja? Ja. Toen ben ik met de procedure begonnen, ook 3-4 jaar bezig, en daarna de registratie, aanmelden voor de co-schap, het duurt daar lang, register gekregen en eindelijk krijg je de diploma om hier te kunnen werken. Ja. Masters geneeskunde. Ja. En dan BIG-registratie als arts. De BIG-registratie als arts, dat heb ik in 2019 gekregen. Maar kwam heel veel wachten en geduld aan waarom en wanneer. Ja, vallen, opstaan. Ja. Ja, maar dat is zoals het hier is. Dat, wij kunnen ja, je zoekt daarbij. Ja. Ja. Want in deze traject heb ik ook met heel veel vrienden en collega's gehoord. Iedereen denkt, waarom duurt het zo lang? Hoe is dat mogelijk? Ja. Andere mensen doen het sneller. Vrouwen bijvoorbeeld, of die zonder kinderen, die maken het. Ja, dan heb je meer tijd. Maar ja, als moeder, vrouw, zijn andere dingen die ook belangrijk zijn in het leven. En niet alleen jouw professionele dromen, maar ook andere dingen. Dus, dat dus het kan wat langer duren, afhankelijk van jouw echt privé situatie ook. En, ja, ik denk als vrouw, het is ook heel belangrijk om kinderen, als je kinderwens hebt, om kinderen te hebben en je huis te stichten, zeg maar. Homemaker te zijn tegelijkertijd. Ja. Dus dat was ook een bewust koos om ook meer tijd. Dus ik heb het niet zo'n hoge druk van wanneer kan ik dit? Nou, mooi zou zijn om sneller te doen, dat wel. Ja. Maar elke nadeel heeft ook een voordeel. Dus. En hoe was het zoveel jaren jouw beroep niet te kunnen beoefenen voor jou? Moeilijk, want ik laat van mijn collega's in Panama, ze zeggen, maar wat ga je doen? Hoe kan dat? En aan die andere kant ook anderen die zeggen, je hebt meer tijd voor jouzelf, voor jouw gezin. Dat is ook een voordeel dat wij in Panama niet zo makkelijk hebben om zo lang aan te werken. Je moet werken. Je moet werken gewoon. Ja. En die heb ik ook een beetje de ruimte gekregen. Ik ga iets anders doen. Heeft me ook de kans gegeven om te onderzoeken wat wil ik. Want mijn rol was altijd als huisarts. Mm-hmm. En ik hier kwam, moet ik een specialisatie doen? Moet ik eerst een plek vinden? Daarna betekent weer naar het ziekenhuis. De ervaring tijdens de 6 maanden co-schap is duidelijk voor mij geweest. Ik wil niet in het ziekenhuis werken. Ja. Dus dat was al een beetje een chaos in Panama. Ik was meer in de polykliniek. Epidemiologie en preventie. Preventie, dus meer uit het ziekenhuis. En spoedeisende hulp, dat wel als diensten. Maar niet in het ziekenhuis zelf. Dat hoorde ik niet meer. Maar dat was mijn ervaring, meer klinisch. Deel onderzoeken, maar niet zo uitgebreid. Dus toen ik hier kwam en de 6 maanden weer als co-assistent, dacht ik, dit is echt niet, het ziekenhuis is niet de wereld voor mij. Niet alleen omdat ik niet meer nachtdiensten wou doen en weekenddiensten, dat wou ik niet meer. Maar ook, omdat ziekenhuizen hier in Nederland zijn heel hiërarchisch. En dat gevoel van... Ja, dat was moeilijk voor jou tegen hiërarchie. Omdat... Om is het moeilijk te begrijpen voor jou? Niet moeilijk te begrijpen, maar jij bent in een rol als co-assistent. Dus als heel jonge arts.
al wil je heel veel ervaring hebben en je hebt ook een leeftijd, je hebt een bepaalde manier van dingetjes doen, dan kom je op een hiërarchische omgeving. Ja. Die van collega's van je leeftijd, die zijn specialisten, maar kijken naar jou van, jij bent de jonge arts. Alhoewel jij weet, ik heb ook ervaring. Ja. Het is niet dat ik ben net ouder. Niet herkend wordt, niet gezien wordt, jouw ervaring zoals het. Klopt, dus ik ben... Yes, dus je bent gewoon als een beginnende arts. Ja, ik ben als een beginnende arts. En dat is lastig voor jou om zo gezien te worden door anderen, toch? Ik denk dat dat... kijk, wij zijn hier in andere zorgomgeving. Gezondheidszorg hier loopt anders. Dus wij moeten dat leren, dat het hier is. Dus in die zin zijn we beginnende artsen, jongere artsen wel. Mm-hmm. Maar klinisch, vaak als wij hier komen op een bepaalde leeftijd, hebben we als artsen aangewerkt soms. Nou, soms veel ervaring, veel vaardigheden, dat heb je al geleerd. Dus dan moet je gewoon een soort balans van wat ik weet, wat ik kan en wat ik moet nog leren. Je gaat gewoon voor jezelf kijken waar je eigenlijk jezelf goed bij voelt. En dat kan best wel een zoektocht zijn, hè, soms. Kom je in een omgeving, werk je daar en dan zie je dat het niet voor mij is of wel voor mij is. Ja, en op die manier heb ik gekozen, ik ga meer van de weer buiten zetten in de polykliniek. Ja. Toen heb ik gekozen voor ik ga in de bedrijfsgeneeskunde iets proberen. Dat heeft ook te maken met preventie. Maar je hebt ook mensen klinisch, je kan ook mensen adviseren. Dus jij gaat naar de setting. En daarom heb ik mijn keuzekoosschap gedaan als, als bedrijfsgeneeskunde. Ja. Andere wereld, want hier de wet is helemaal anders. Maar ook interessant om te leren. Weet je. Altijd. Ja, we artsen zijn hier denk ik gemaakt om te leren, continu leren van de motor, toch? Ja, dus... maar hier is alles een specialiteit, dus jij moet altijd verder gaan met de studies en een plek vinden. Dus het is een lange proces. En als artsen weten we gaan nooit stoppen met leren. Ja. Dat is het niet. Ja. Als jij arts bent of als geneeskundige hebt gekozen, weet je, dat blijft leren. Dat is gewoon. Dat is levenslang leren. Levenslang leren, inderdaad. En dat is een beetje hoe de reis is van de laatste 10 jaar, 11 jaar. Ja. En nu werk je als een arbo-arts of als een arts in bedrijfsgeneeskunde? Ik werk als arts onder de supervisie van een bedrijfsarts. Ik werk voor een arbo-dienst, klopt. Ja, maar je werkt eigenlijk als een bedrijfsarts. Je doet alle consulten en... probleemanalyse en evaluaties en adviezen geven en alles. Ja. En dat doe je vanaf 2019 al, toch? Ja, 2019. Dus bijna 2 jaar. Ja. Dus jij hebt hier de hele reis toch afgemaakt, zeg maar, naar bigregistratie en daarna nu op werk. Dus jij kan ook best wel veel betekenen voor de andere jonge artsen die hier nu komen en ze willen weer beginnen met hun reis naar BIG-registratie en werken als arts. Want wat is zo bijzonder in werk als arts? Maar misschien kan ik jou vragen, want ik kan ook hierover wat vertellen, maar ja, vandaag is jouw podium. Nou, wat vind je zo bijzonder in jouw werk als arts? Waarom heb je het gekozen om als arts te werken? Mijn motivatie was mensen wel helpen. Om iets beter te voelen, geen pijn te hebben. En ja, de kennis, dan is geneeskunde. En dat is een manier om een soort teruggeven aan de maatschappij. Nou, je probeert de mensen te helpen. De mensen in de zorg in het algemeen, denk ik. Mm-hmm. Hebben we dat als inspiratie, als een doel. Want... jij geeft heel veel van jou als je arts bent. En dat moet je gewoon leuk vinden. Dat weet je, andere mensen geven.
Dat dus je bent graag, geef je andere mensen, zodat ze beter voelen. Ja, klopt. Dus je probeert met hun een beetje te denken, hoe word ik beter? Nou, je kan voor die andere mensen niets doen, maar je kan iets toevoegen, zodat zij beter voelen, met de kennis die jij hebt. Ja, mooi. Mooi. Ja. En bij die assessment procedure, wat was het, nou, als je nu terugkijkt, wat was het makkelijkst voor jou en wat was het lastig voor jou? Makkelijk. Je komt hier en je moet zelf alles zoeken. Wat moet ik hier doen? Nou, je gaat naar een website die zegt, oh ja, dit en dit en dit. Maar in de praktijk ben je zoals, ja, welke richting? Dus je moet zoeken met wie en wie moet ik vragen en hoe doe ik dit? Nou, mijn man werkt niet in de zorg, dus voor hem was onbekende terrein. Je moet alles zelf doen. Dus jij moet jouw eigen weg vinden. Nou, gelukkig was de inderdaad toen net begonnen de Vereniging voor Buitenlandse Artsen. Dus dat heb ik gewoon gegoogeld en kijken of wat hier lezen. Wat hebben die andere mensen gedaan? Wat doen ze? Wat is de procedure? Wat moet ik hier doen? Dus de reis is vol met drempels aan falen en weer opstaan. En ongeduldig. En waarom duurt dit zo lang? Waarom moet ik het niet doen? Nou ja, het is een manier dat hier in Nederland is geregeld. Dus als je hier gaat werken, nou ja, dan moet je daar volgen. Dat is niks anders. Ja. Het is een keuze. Ja, het is een keuze. En ja, daarbij komt alles op je pad die je niet hebt gekozen, maar je gaat ook mee. Ja, en het is heel veel doorzettingsvermogen, denk ik. Dat heb je. Ja, dat negen jaar lang heb je volgehouden. Niet alleen volgehouden, maar examen gedaan en heel veel frustratie en heel veel dingen meegemaakt. Ook collega's die, jij weet, die artsen zijn. Inmiddels heb ik ook mensen ook leren kennen. Sommigen zijn ook artsen en kunnen hier ook niet werken, omdat het is niet mogelijk voor hun. De procedure is te ingewikkeld, ook te zien. Dus ja, dan maak je een keuze. Oké, dat ga ik niet meer. Dan ben je arts in je eigen land, maar hier niet. Dan ben je huisvrouw. Of iets anders, doe je iets anders, ja. Nou, dat heb ik ook meegemaakt, in de zin van, dat als je vrouw bent en je hebt een man die werkt, dan kan je in ieder geval ook in de lage tempo doorgaan met examen en vallen opstaan, heb je meer tijd. Maar als je de enige, zeg maar, broodverdienende persoon bent, dan is het lastig om toch weer al je tijd en energie naar die procedures te brengen, want die examens zijn best wel pittig. Tijd kost inspanning. Je moet tijd krijgen en creëren. Maar ook de rust, hè, dat je financiële kant bijvoorbeeld, je hoeft nu niet te werken. Ja. Er is iemand die werkt, dus bijvoorbeeld bij jouw man. Dan hoef je niet te werken, maar dan heb je wel tijd. Ja. Maar ja, dat duurt alsnog weer heel lang. En voor de persoon die werkt, al als een arts en zoveel, dus mag niet werken als arts. En dan, hoe was het toen je weer begon met werk? Of toen je weer, zeg maar, na zoveel jaar? Dan denk je, oké, ik heb mijn register, je hebt een doel bereikt. En dan denk je, oké, nou, dat gaat wel lukken. Maar ja, dan komt de volgende stap. Dus jij denkt, eindelijk heb ik mijn diploma, weet je. Zo moeilijk, zoveel drempels. En denk, nou, gaat wel lukken. En dan kom je naar de realiteit en merk je, nou, dat blijft zo. Ja. Het blijft proberen. Dus dan kom je naar solliciteren. En dan ga je naar collega's. Die ga je vragen of waar of wat. Nou, dan ben je geconfronteerd van, alhoewel je ervaring hebt, wat is jouw ervaring hier in Nederland? Nou ja, nul, omdat je bent net begonnen. Ja. Dus jij moet ook ervaring opbouwen.
Ja, ervaring in Nederland, terwijl je al die tijd bezig bent met examen, kostschappen doen. En soms doen we ook vrijwilligerswerk. Misschien heb jij niet gedaan Nee, in mijn geval niet, maar ik weet ook van andere mensen die hebben een Ja, bijvoorbeeld die ook doen het ook. vrijwilligerswerk in verzorgingshuis om weer in contact te gaan met de mensen, om de taal ook te verbeteren, want dat is een Ja. punt die voor buitenlanders blijft Ja. komen en dat heeft te maken met de taal. Ja, de communicatie met de taal, hoe ga je om? En ik denk dat qua kennis, dat is niet een grote drempel, Ja. maar ja, de hoogste drempel heeft te maken met de taal. En dat blijft komen. Als je een andere achternaam hebt, dan is soms een, ja, mensen denken, dat is hier niet in Nederland geboren. En hangt af van waar jij gaat werken, dan is soms een beetje meer sterk. Nederlands is geen racistisch land. Maar soms, omdat jij een andere achternaam hebt, dan is al een opmerking. Oh, waar kom je vandaan? Ja. Dus ja. Ja, kijk, we gaan niet in de discussies van racisme of zo. Nee, Maar klopt. in ieder geval, wat je hebt ervaren, nou, wat heb je meegemaakt, hè? Dus heb je ooit dit soort dingen meegemaakt, dat op basis van je achternaam, dat er iemand heeft iets gezegd, wat je zegt, nou, waar gaat het over eigenlijk? Ja, ja, helaas. Zo, dus is dat jij hoort, oh, ja, achter, waar kom je vandaan? Dus dat is Ja. meteen al een beetje nieuwsgierigheid, gaan we zo zeggen. Ja. Maar dan komt een vraag, oh, begrijpt ze wat ik bedoel? Is het duidelijk? Snap ze? Dus ja, dat soort Die situaties. vraagteken daarbij, of je een buitenlander bent, dan snap je goed of zo. Want dat heb je ook veel meegemaakt, hè? Met Ja, taal. Ja. helaas. En dan komt de Ja. taal en dan moet je het tonen. Nou, ik snap het, ik begrijp het. Ik kan de taal beheersen, dat heb ik al laten zien. Ik heb een beetje. Ja, examen gedaan. Ja. Ik heb een register gekregen en ik heb alle Ja. stappen die de Nederlanders aangevraagd om hier te kunnen werken. Maar toch komt, nou, vraagtekenen. Ja. 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 En dat is wat jij niet de enige bent die heeft ervaren. Ik ook. In ieder geval, ik ken ook andere mensen. Maar dan komt het vraag van... Wat precies is het taal? Want dit is toch, weet je wel, want jij hebt bepaalde dingen wat je. Ik wil ook jou vragen, want hoe ga je hiermee dealen als mensen zoiets vragen? Wat voor strategie gebruik je om in jouw gesprekken als arts, als arbeids, dit Ja, zo min mogelijk te laten beïnvloeden? hier in Nederland tijdens de procedure, je bent als arts beoordeeld op bepaalde 6 punten of zo, onder andere de communicatie, empathie en meerdere dingen. Ik dacht altijd, mijn sterke punt is empathisch. Ik denk dat ik iemand die heel makkelijk kan met mensen Ja. communiceren, niet alleen met woorden, maar. Verbinden met mensen, snappen wat ze bedoelen. Ja. En nou, toen ik, omdat de woorden zijn die een die jij gebruikt, soms de manier dat jij iets zegt, valt iets anders. Of jij zegt het anders. Er was een opmerking, oh, ja, empathie is niet zo makkelijk te tonen omdat jij oké zegt. En oké is niet goed. Dus jij moet leren van oké is niet. Jij moet. Dus met dat soort kleine dingen, dus de cultureel anders Het is doen meer dat jij het klinkt normaal bent. meer als een soort van communicatietrucje om toch weer meer empathische reacties te Te geven. tonen. Dan is anders, Empathie je te krijgt tonen. anders. Ja. Dus dat Dat is. was ook grappig, want toen heb je eerst een keer gehoord, je vertelde dat je bent niet empathisch. Ja, toen En ik. hoe was het voor jou Ik dacht, eigenlijk? oh, wat is dit? Oké, nou. Nou, heb ik geleerd, nou, zou het fijn zijn, waarom denk je dat ik niet empathisch ben? Waar zie je dat? Of hoe kom je aan dat opmerking? Op de conclusie, ja. Om dat conclusie te trekken dat ik niet Ja. empathisch ben. Nou,
dat helpt mij om te verbeteren. En, daarna heb ik na met taal, cursus taal gevolgd. Dan, ja, nu weet je eigenlijk, je moet eigenlijk empathische reacties geven, wat je niet gaf. Je gaf voornamelijk... Dat is een goeie, dat is niet empathie, maar reacties tonen. Ja. En hier zijn op andere manieren. Nou, grappig genoeg heb ik ook geleerd van... zo veel informaties kan je heel veel aan die andere mensen laten zien. Ik had ook een lerares die toen in een rol speelde. Jij bent arts, ik ben patiënt. Hoe gaan we dit om te oefenen? Het was gewoon iets, een beetje een rol spelen. Maar ik kon zo goed in het verhaal een soort van histrionisch doen. Dat zei, de lerares zei daarna, ze zei, oh, ik voelde echt als jij de arts was. En ik was, alhoewel dit was gewoon een rolspel, omdat het zo open was en zo makkelijk voor haar was om dat te tonen. Dus ik dacht, oké, nou, dan heb ik dat goed gedaan. Empathie tonen alleen maar... Ja, het is anders dan empathie voelen en empathie tonen. Hè? Dus soms als arts, hè, als je hier komt als een buitenlandse arts en je bent altijd bezig met taal leren. En dat is ook belangrijk om daarbij wat communicatie te leren. Nou, om zeg maar, rapport te maken met andere mensen, om empathisch te zijn, om feedback te kunnen ontvangen en te geven of hoe het in Nederland is. Hè? Dus het is... Dat is heel goed wat je vertelt. Hè? Die kleine dingetjes. Dat zijn toch weer de dingen die wij als buitenlandse artsen best wel kunnen leren. En hier profijt van hebben. Want taal leren nu wel. Dat blijft een beetje lastig punt. Wat voor feedback heb je gehoord voor je taal? Bijvoorbeeld? Objectief. Bijvoorbeeld van een leraar, een Nederlandse leraar, is dat voldoende is om met mensen te communiceren. Ja. Dus dat heb ik. Dus je hebt een specifiek cursus gedaan, zeg maar, specifiek voor jou. Heel erg ontwikkeld mensen. En dat, die mevrouw zegt dat het, ja, je bent goed hoorbaar, begrijpbaar, je vertelt goed. Ja, ja, het is voldoende. Wij zijn hier niet C1, C2, we zijn hier in Nederland niet geboren. Dus dat is een... Denk ik 100%, misschien over een paar jaren, maar maar bij haar, omdat ik een accent heb, haar advies was, probeer langzaam te spreken, rustig, articuleren, een soort van saai. Ja. Omdat jij niet zoveel energie in jouw gesprek voert, omdat dat is de taal in Nederland is gewoon zo. Dus ik kan niet zeggen monotoon, maar niet hoog in de emoties. Dus, maar, die energie moet je afstemmen bij jouw klant. Ja. Energie moet een beetje... Op een bepaald niveau. En dat is bijvoorbeeld anders als Spaanstalig. Wij spreken met verschillende tonen. Nederlands. Ja, heb je ooit ook deze feedback gehoord in Spaans? In jouw eigen land? Over waar jij werkte over jouw energie? Dat je met meer energie toont in gesprekken dan nodig of zoiets? Nee. Dus toen ik ook een keer... cursus of zoiets gedaan, dat was het feedback van de participanten. Hey, je hebt heel veel energie in de manier dat jij praat. En ik was helemaal verbaasd. Wat bedoelen ze? Dus het was kennelijk een blinde vlek of zo? Misschien een blinde vlek. Ik ben echt niet van bewust. Maar als ik heel goed kan denken, waarom hebben ze dat gezegd? Denk ik, dat was de snelheid van praten. Oké. Okay. Ja, dus dat is vooral, en dat was daarna een feedback. Je moet rustig spreken. Een soort van heel langzaam.
ja, dat soms helpt ook in een gesprek met iemand die ziek is, niet zo snel vlucht, want nou, die andere persoon is ook op andere toon. Ja. En ja, gewoon op die manier laten zien aan die andere die je luistert. Misschien een tip. Het is meer om laten zien dat je luistert. Hè? Het is ook weer een communicatie ding. Ja. Dat je doorhebt dat de andere jou volgt. Of zo. Ja. Dus het is dus weer anders dan alleen maar taal leren. En dan weer leren communiceren. En op een manier hoe het net in Nederland is. Ja. Want ik ben best wel benieuwd. Heb je in jouw eigen land ooit zo gehoord over feedback geven en feedback ontvangen? Nee, dat tenminste niet zo georganiseerd. Dat, ja. Je gaat altijd naar een soort functioneringsgesprek, dat wel. Maar niet als, zoals hier, komen we, oké, feedback geven aan ontvangen. Dat is het niet. Ik denk dat feedback is meer hier cultureel op andere manieren georganiseerd. En dat is waarschijnlijk in mijn eigen land. Wat doen we op andere manier? Ja, dus die manier is anders. Hè? Manier is anders. Dat is ook een culturele ding. Maar wat zou je bijvoorbeeld adviseren aan jonge artsen om toch weer als zij nieuw willen beginnen met hun diploma te laten herkennen hier in het Nederlands systeem, zeg maar, weer diploma's krijgen, weer registratie krijgen en werken. Dus hoe kunnen ze wat meer weerbaarder worden? Hoe kunnen ze wat meer vanuit de kant van preventie? Dat zij ook gelijke kansen krijgen om toch weer opleidingplekken te krijgen, toch weer wat toekomst te hebben. Kijk, de taal is een punt die voor wij als buitenlanders wordt altijd beoordeeld. Dus als je een goede taalniveau hebt, heb je meer kans. Maar je gaat altijd tegen mensen die zien, oké, er is kans om te verbeteren. Gaan we dat zeggen? Dus de taal is de eerste drempel. En als jij bijvoorbeeld met cliënten of patiënten gaat, en jij wil als arts echt doen, probeer contact met de patiënten nemen als arts. En niet altijd bezig met de talen en de zinnen. Want dan ga je dat empathie, band met iemand niet goed creëren, omdat jij in jouw hoofd bezig bent met de taal. De taal is belangrijk, omdat iemand begrijpt wat jij zegt en je begrijpt wat die andere zegt. Dat is belangrijk. Maar ik denk dat de rol van wij als artsen is het vertrouwen van iemand te creëren. Vertrouwen in dat de kennis en de adviezen die wij hebben, zijn de juiste en de correct. Want dat doe je niet alleen met woorden, maar ook de manier dat jij doet. Dus herinner dat jij arts bent. Omdat de taal is een gereedschap om met iemand anders te communiceren. Maar luisteren is wat die andere mensen nodig hebben. Als zij naar een arts gaan, is omdat zij een probleem hebben met zo'n gezondheid. En zij verwachten dat iemand met een andere kennis kan iets geven om dat te verbeteren. Tenminste, dat is mijn idee. Ja? Mooi, heel mooi wat je zegt. De taal is een gereedschap. En je kan op meerdere manieren communiceren, inderdaad. Ook empathie tonen, ook op verschillende manieren. Dus je kan ook jouw kennis op heel veel manieren weer opbrengen. Kijk, in een functie als arts, je hebt verschillende rollen, ook als communicator. Dat is heel belangrijk om toch weer goed te communiceren met patiënten of klanten of zo. Maar ook met je collega's en ook je intercollegiale gesprekken en verslagen en dit soort dingen. Dus ik ben best wel benieuwd naar waar heb je echt dat je het uitdaging vindt van
Is het communicatie met patiënten, of is het communicatie met collega's, of in de beoordelingssituatie? Is het, welke is voor jou eigenlijk een beetje uitdaging? Kijk, als je met een patiënt een gesprek voert, dan is de manier van praten moet simpel zijn. Je kan niet zo moeilijk en ingewikkelde woorden. Want ja, dat, dus dat is een pluspunt. We hoeven niet complex. Gewoon in Jip en Janneke taal jouw kennis brengen, zodat zij goed kunnen begrijpen. Simpel. Je moet het op een simpele manier brengen. Dus je moet dan hoe niet laten zien, oké, van hier in Nederland en arts is niet boven jou, is aan hetzelfde niveau van jou. Je hebt andere kennis, maar die andere mensen hebben ook kennis. En dat is ook iets anders dan in heel veel landen, waar de woorden van de arts gaan op andere niveau, maar hier niet. Dus hier dan ga je meedenken. Maar mensen hebben recht om te zeggen, nou, daar ben ik niet mee eens. Zij hebben ook informatie, dus zij kunnen ook zoeken wat zij denken. En dat delen met jou om, hoe ga ik hier om? Dus wat jij geeft is, je hebt een rol van een advies. En in jouw advies is jouw behandeling. En hier is de rol van de patiënt of dat advies ik ze accepteer of niet. Dus dat is ook een verschil met heel veel landen. Dus dat is met de communicatie met de patiënten. Is in mijn ervaring makkelijker. Maar dan ga je naar de collega's. En soms is daar anders. Zij hebben andere verwachtingen van jou. En dan, ze gaan altijd vergelijken met hunzelf en hun collega's. En daar hebben we op andere niveau, vooral met taal. Ja, dat is een feit. Dus daar heb ik ook, ook dingetjes gehoord, bijvoorbeeld een keer die zei, ja, je bent een goede arts en ik hoor dat jij een heel goede arts kan zijn, maar jouw taalniveau laat me in de rol van arbo-arts is niet zo makkelijk, want dan kan je wel met de patiënten, maar niet bijvoorbeeld met een werkgever, want daar verwachten ze andere dingen van jou. Dus dan merk je, oké, dat is een aanname van een collega. Ja. Die zegt, oké, met jouw taalniveau, jij kan goed met patiënten, maar niet met een werkgever. En ik denk, nou, hoe kan dat? Maar is het ooit gebeurd of is het gewoon een aanname op basis van, is het op basis van een gebeurtenis? Of, nee, het is gewoon een aanname gewoon van een gesprek. Ja, maar dat is dus, het zou moeilijk kunnen zijn, maar is het ook echt waar gebeurd? Ja. En dat is ook heel belangrijk om daarop alert te zijn. Ja. Dus de aanname van collega's heeft ja, inderdaad een invloed van, ben je geaccepteerd in een sollicitatiegesprek of niet? Want eigenlijk is het de collega die de baan voor jou gaat ook regelen of zoiets. En bijvoorbeeld met de co-schapen, hang af van in welk niveau je gaat voor de co-schap. Dan is de verwachtingen van de supervisors, van andere studenten die al een tijd lopen. En jij bent een zijstromer, dus je hebt geen idee hoe ik hier werk. Want wij verwachten dat jij weet wat die anderen al weten. Bijvoorbeeld, de studenten van geneeskunde gaan naar een co-schap als zij 3 jaren hebben gedaan. Want zij weten hoe de gezondheidszorg werkt, hoe werkt het ziekenhuis, hoe loopt daar. Maar jij bent hier nooit geweest. Dat in, aan de co-schap is soms de eerste keer dat jij in contact bent met hoe dat loopt. Ja. En dan begint te vragen, oh, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Het is niet dat jij stom bent, maar jij weet nu hoe dat loopt. Dus jij vraagt heel veel. En soms denken de mensen, maar ja, hoe kan het dat zij niet weet? Ja, het is Het is wat je benoemt. Als ik goed heb, dat als zij een stromer, dat we allemaal zijn, hè, buitenlandse arts, we komen vanuit zijkant naar binnen. Deze geneeskundestudie of diploma te krijgen. En dan wordt het verwacht dat je alles weet. Eigenlijk bij AKV, die algemene kennis en vaardigheden toets,
Dan hebben we ook volksgezondheidstoets die we lezen het wel hoe het systeem hier is. Alles maar in theorie. alsnog in praktijk, ja, dat is in theorie, dat weet je wel, maar in praktijk hoe het echt in zit. En dan wordt het verwacht van jou dat je alles weet. Ja, en dat is een verwachting. Je voldoet niet aan de verwachtingen, dus. Klopt. En dat is wat met de collega's gebeurt, dat de verwachtingen zijn vergelijking, of maken ze een vergelijking met een collega die hetzelfde niveau. Ze zeggen, ja, maar hoe kan dat dat zij dat weet en jij nog niet? Nou, oké, omdat ja, ja. Oh, ja. Ik ben aangekomen. Ik heb ook een keer dit soort dingen meegemaakt, maar niet in een vergelijkende situatie dat hij weet dat en jij niet en hoe kan dat. Maar zoiets van, ja, dat had ik niet van jou verwacht. Dat was gewoon een anamnese en één vraag had ik niet gevraagd. En dat was gewoon zo, dat had ik niet van jou verwacht, dat jij zou dit niet gevraagd hebben. Okay. Ja, toen was ik ook geraakt. En toen dacht ik, ja, weet je, nu weet ik wel dat het zijn verwachting was. Maar ja, je kan niet verwachting voor anderen altijd voldoen. Dat weet je niet. Je bent niet perfect. Hè? Dus, ja. Maar is er een begrip voor buitenlandse artsen? Wat is voor jou een gevoel, zeg maar, dat het toch weer... Want iedere arts, ik denk dat nu begeleiden we ook andere mensen. Dus we zien het wel dat niemand is 100% overal perfect. Hè? Dus één ding kan altijd mis zijn of weet je het. Is het zo een begrip hiervoor? Ik denk dat er wel... deels wel. Ja, je kan van alles... Ja, zijn een veelkundige gaan van artsen, van collega's. Enkele of sommige begrijpen beter en tonen ook dat begrip. Anderen minder. Het is zo het is. Hè. Het is eigenlijk ook in onze eigen landen ook waar we vandaan komen. Dat niet altijd iedereen hetzelfde begrip heeft voor andere mensen. En ik hoorde van mijn moeder die altijd zei, wij zijn niet een snoepje die iedereen lekker vindt. Dus dat... sommige mensen vinden snoepjes niet lekker. Zoetig is niet fijn. Ja. Andere mensen vinden dat wel. Dus... Misschien zijn we geen snoepjes. Misschien zijn we die bittere pillen die zijn gemaakt om gezond te worden. Ja. Maar maakt niet uit, dat is gewoon grappig op de kleine kant. Maar in ieder geval, die weg is echt pittig. Hè? Die, als buitenlandse arts hier toch weer bigrisatie te krijgen en dan weer op werk te komen. En hoe zie je jouw toekomst als arts hier in Nederland? Ik werk voor een arbodienst, inderdaad. Dus de verwachting is dat ik de opleiding ga volgen. We hebben geen glazen bol om te kijken wat van de toekomst is. Ik weet van ook andere collega's die ook in Nederland zijn geboren. Soms beginnen ze met de opleiding en stoppen ze in het midden. En een paar jaar geleden en dan gaan ze verder. Gaan van één... bijvoorbeeld van de GGZ psychiater, dan worden ze arboarts of van internisten of huisarts die aan het einde veranderen van richting. Dus dat mag en dat kan. Gewoon zo'n tocht. Het is een tocht. Ja. Dus ik denk dat nu zit ik hier en doe ik mijn best en kijk ik en leert elke keer. En dan zien we wat de toekomst brengt. Dus Je gaat je best doen en je gaat proberen. En als het niet lukt hier, dan kijk je naar iets anders en kijk of het lukt. Dus je zegt dat jij gaat, ik ga mijn best doen. Ja. Om toch verder te leren en daarbij andere mensen te helpen. Ja, en wat jij hier leert, maakt niet uit in één baan of in andere baan. Het is altijd voor jou. Dus het is altijd een win-win situatie voor jou. Ja, wat mooi. Maar ook van de situaties waar je ooit lastig hebt ervaren. Hoe ben je daaruit weer sterker uitgekomen? Ja, er zijn meerdere situaties die soms denk je, hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Hoe kan iemand tegen jou dat zeggen? En jij doet jouw best. En jij hoort van alle soort dingen.
En ik denk dat in het begin was vooral de zelfvertrouwen. Omdat wij zo lang onder een vergrootglas zitten. Beoordelen. Ben je goed? Is dat genoeg? Dus dat maakt soms dat jij zelfvertrouwen op een moment een beetje twijfelt van... Lukt me? Kan ik dit doen? Ben ik genoeg? Goed genoeg in wat ik doe? Dus de procedure zelf maakt jij kwetsbaar. De confrontatie van de realiteit, jouw taalniveau, is niet als jij hier bent geboren. Dat is ook een realiteit. Niet dat je kennis niet genoeg is, maar het is voor jou moeilijk te laten zien. En dat maakt de reis niet soepel. Ik denk dat als jij begint met werken, dan begin je, de zelfvertrouwen. Eerst jouw diploma halen hier, de registratie. Dat maak je, ik kan laten zien dat ik kan dit wel doen. En dan elke keer als jij iets doet, of als jij hoort van een patiënt die zegt, dank je wel voor het advies. Of ik merk dat jij mij luistert. Dank je wel voor een luisterende oor. Dat zijn dingen die helpen om jouw zelfvertrouwen te vergroten. Ja, dat wel. Ook als jij hoort van een collega, bijvoorbeeld, wat een mooie gesprek heb je met dat patiënt gehad. Niet dat jij dat probeert te doen, maar gewoon om iemand te luisteren, te horen van iemand dat de geeft waarde van wat je doet. Dat maakt jouw zelfvertrouwen weer beter. Ja. Maar helaas, de positieve dingen, er zijn ook andere mensen die zeggen negatieve dingen van jou. Dat is niet goed. Of jouw taal is waardeloos. Zoiets. Dus, ja. En soms is ook proberen voor jouzelf een beetje sterker te maken aan jouw doel. Gewoon volhouden en jouw dromen te volgen. Soms veranderen een beetje de dromen. Je bent flexibel ook, hè? Ja. De kwaliteit. Maar je bent ook, ook voor coaching gekomen bij mij, hè? In 2019. En nu heb je ook de cursus meegedaan bij feedback, van feedback naar feedforward. Dus hoe was het voor jou om toch weer voor jezelf coaching te vragen? En hoe had dat jou geholpen toen je bij mij gekomen was? Toen ik bij de coaching waren heel veel dingen tegelijk. En mijn privé was het heel veel. Dus, ik was een soort van een rouwproces. Ik had mijn registratie toen. Ik was afgewezen van een sollicitatiegesprek. En ik voelde me op dat moment een soort van verloren van, wat ga ik hier doen? Weet je, als dit zo de begin is, hoe ga ik hier verder? Ja. En het is ook een kwestie van, hoe ga je om met wat iemand tegen jou zegt? En daarom zeg ik dat de zelfvertrouwen is een rol. Want na een hele lange proces van beoordeling. En dan denk je, het lukt me. En dan kom je meteen met een muur die zegt nee. En jij bent net een soort van opstaan. Dus dan maak je weer op de grond. Ja. Dus om bewust te worden van, wij doen ons best. En wij gaan van mensen horen, soms is dit niet genoeg. Dit accepteren, maar ook leren hoe word ik hier sterker? Hoe kan ik hier omgaan met dat de mensen anders denken om dingen te zeggen dan het is? En dat is inderdaad met feedback en omgaan. Leren omgaan met wat andere mensen van jou denken. En dan hoe kan je dat doen? Sterk zijn en genoeg vertrouwen in jezelf. Ja. Ja. Oké. Zou je andere mensen ook adviseren om toch weer coaching voor hun te nemen als het lastig wordt? Want het is toch weer een hele
pittige Kijk, proces. Het is eerst moeilijk voor wij als artsen om te accepteren dat wij niet alles in onze handen hebben. Dat is één punt. Maar je kan met iemand anders altijd sparen. En dan de ervaring van iemand helpt je om de weg makkelijk, nou misschien niet makkelijk, maar te zien dat soms loopt anders dan jij verwacht. En hoe ga je in een andere manier? Hoe ga je hier om? En daar kan je met een coaching, die maak je een beetje meer bewust van, maar waarom voel je zo? Wat wil jij? En help om een beetje te blijven lopen. Ja. Ja. Ja, gelukkig heb je alle reis zelf gedaan. Hè? Dus je bent al jarenlang bezig, wat je zegt. Dus. Maar op een bepaald moment, als na 9 jaar heb je alsnog deze afwijzing gekregen. En dan privé loopt ook dus de combinatie van veel meer factoren. Dat je op dat moment hulp had gezocht. En dat was het beste wat je kon doen voor jezelf. Hè? Dus en ook wat je zegt, ook als arts. En dat is ook mijn belevenis. Ook als arts. Je blijft voor jezelf zorgen. Zodat je voor anderen goed kan zorgen. Ja. En soms is het ook zo. Om hulp te zoeken. Zeg maar, net als een healer heeft ook een healing nodig. Dus wij hebben ook zoveel verloren als buitenlandse artsen. Onze echte status in eigen landen, waar je zegt, nou, we werken anders, hè, daar is een heel andere manier. En dan je familie en alles, en dan kom je hier voor liefde. Je was hier voor liefde, ik was ook. Mm-hmm. Maar je kan ook vluchteling zijn, je kan ook andere redenen hebben om naar Nederland te komen. En je weet het wel dat Nederland is ontwikkeld land, en dan... Mensen zijn ook zo met meer, zeg maar, communicatie is ook op ander niveau. En dan doe je alles. Dus het is eigenlijk een heel waardevolle reis die we alle buitenlandse artsen nemen om toch weer hier als arts te werken. En toch, dat is belangrijk om daarbij stil te staan en echt waarderen wat deze mensen hebben goed gedaan, zeg maar. En daarbij komt rouw, hè? Dus keer op keer heb je tegenslagen. Maar waardering, dan hoe vaak word je gewaardeerd in jouw omgeving van het feit dat je zo je best hebt gedaan en nog steeds doet en zou blijven doen? Heb je ooit een waardering gekregen hiervoor? Of, nou ja, ik heb ook positieve feedback gekregen, dat wel. Maar ik denk dat vooral het belangrijk is dat als jij gelooft in jouzelf. Want ik weet dat een keer een opmerking was, iets van de taal. En mijn reactie was, ja, je hebt gelijk. Ik ben hier niet geboren, dus ik heb een accent. En ik kan geen goed Nederlands spreken, zonder fouten bedoel ik. Ik ben meer dan dat. En ik ben een goede arts. Dat niemand kan mij zeggen dat ik geen goede arts ben, want dat weet ik zeker. Ja. Dus als ik dat zeg, en ik niet twijfel of mijn kennis en mijn eigen vaardigheden, kan ik aan die andere mensen ook makkelijk laten zien. En inderdaad, ik heb een beperking, dat is een taal. Maar ik heb ook heel andere dingen die positief zijn, die waardevol zijn. Dus, ja, maar dat moet je zelf... In jouzelf geloven dat. Ja, dat hebben we ook gehad. We hebben zelf een schouderklopje gegeven. Ja. En daar moet je ook een beetje als een echt als buitenlandse arts van soms door heel veel tegenslagen, heel veel afwijzingen en heel veel feedback die we niet willen horen. We negeren ook alle positieve feedback. Hè. We zijn ook zo gericht op heel kritisch mensen zijn we sowieso. Als arts moet je ook kritisch zijn, moet je ook goed beslissingen kunnen nemen. Maar dan missen we om toch weer een schouderklopje te geven, zodat ons zelfvertrouwen omhoog blijft. Ja. En weet je, soms krijg je wel van de klanten en soms niet, hè, want die klanten zijn meer op hun eigen probleem gericht. Dus ze hebben misschien die vermogen niet om jou in dit terug te koppelen dat je goed doet. Eerder hoor je dat je niet goed doet dan wat je wel goed doet. Ja. En helaas, collega's zijn ook heel erg druk bezig en...
Ik zeg nou, dit is toch weer triest, hè? Als we artsen ook niet voor elkaar iets kunnen doen. Of voor onszelf iets niet kunnen doen. Dus ja, zelfbewustzijn. Hè? Dus, ja. En gewoon zoeken wat nodig is vooral om sterker te worden. Ja. Maar dat ben je inderdaad verantwoordelijk van. Wat mis ik? Wat heb ik nodig? En zoeken, oké, hoe kan ik dat voelen? Ja, precies. Blijven voelen, kijken naar wat ik mis en wat ik nodig heb, inderdaad. En hoe kan ik dit bereiken? Hè? Dus eigen netwerk en elkaar helpen. Mm. En ja, zoals jij had mij bij die buitenlandse artsengroep gevonden. We hebben elkaar gevonden, elkaar ontmoet en dan elkaar ondersteuning gegeven. Dus die dingen hebben, ja, die dingen hebben een goed effect. Hè? Dus, en nu, je weet het wel, je hebt zelfvertrouwen, je weet het wel dat je een heel goede arts bent. En je gaat ook opleiding doen en je gaat je best doen. En dat zou je blijven doen, hè? Totdat je bent gewoon, je hebt het altijd gedaan. Ja. Dus ik vind het een heel mooi gesprek. Heb je zelf ook wat te zeggen? Want ik weet het ook niet welke vraag had ik nu nog bedacht. Well, ik denk dat voor collega's die gaan beginnen. Dit is een pad die niet makkelijk is, maar niet onmogelijk. Het is wel waard om te bewandelen. Ja. Ja, niet, ja. Hou vertrouwen in jezelf. Jullie hebben al in jullie eigen landen deze kennis al opgedaan. Die kennis is hier ook geldig. Het is dezelfde kennis. En het menselijk lichaam is hetzelfde. Alleen je gaat met andere woorden benoemen. Ja, dus op andere manieren dat doen. Ja. Ook de andere manieren leren. Het is meestal een weer verrijking van jezelf ook. En hoe meer je verrijkt, je verrijkt ook je omgeving. Hè? Dus die andere mensen hebben meer profijt van jou. Ja, en ik heb ook een keer als een feedback van een collega gehoord die zegt, ja, je bent rijk, je hebt twee culturen, je kan de beste van beide gewoon in één brengen. Ja. Je hebt meer ervaring, dus je hebt ja, precies. En er zijn veel mensen die jouw taal spreken. En jij kan met hun ook heel veel, heel goed verbinden. Ja. En meertaligheid is ook een talent. En je bent meer verwaard in het begin, in ieder geval, als je taal begint met leren. Dat hoort bij het proces. En dan... Ja, je bent meerwaarde eigenlijk. Ja, je bent misschien niet perfect in een taal. Dat zou misschien een beetje een beperking blijven. Ja. En dan kijken wij als artsen, we werken met mensen als met beperkingen. En niemand in de wereld is altijd zeg maar gezond. Ooit in leven heeft iedereen een beperking ervaren. Hè? Ja, bijvoorbeeld bij keizersnees heb ik ook ervaren. Je mag niet lopen of zoiets. En dan ineens, ja... Of er een probleem is, je mag niet uit bed komen. En zo, dat is een beperking. Mm-hmm. En staal, je kan je niet outen, dat is ook een beperking. Maar als je kan outen, maar je kan niet vertellen wat je wil vertellen. En je kan niet doorgeven wat jou raakt. Dat is ook een beperking. En dus die kan je ook leren. Ja, we hebben een beperking, maar wij kunnen wel functioneren, dat wel. Functioneren, daarbij leren en die beperking is niet meer een beperking. Misschien toch weer een groeimogelijkheid. Ja, klopt. Ja. Oh, wat mooi. Ja. Nou, dan gaan we stoppen. Uh-huh. Ja, en ik bedank je hartelijk, Carmen. Vandaag is de training ook klaar en dan ga ik alle modules in elkaar zetten en dan online beschikbaar maken voor iedereen. Dus dat bedoel dat iedereen kan daar profijt bij hebben. Ja. Deze interview ga ik ook even kijken of recording allemaal is gelukt, dan ga ik ook uploaden. Okay. Is goed. Oké. Okay. Nou, fijne middag. Oké, okay, goed.